Nog nooit was het een man, vrouw of kind gelukt om de besneeuwde vestingmuren van de verboden ijskoepel te betreden. Temperaturen van ruim onder het vriespunt, de kwellende wind... De kwellende wind! Laila, mag ik wat wind alsjeblieft? En dan wel kwellend graag. Zou dit niet beter werken als je klein bent? Waar is je medaillon eigenlijk gebleven? Tiny Power is totaal niet bestand tegen dit soort omstandigheden. De geteisterde wolven eten me op met haar en huid. Storm aan het maken in plaats van dat we lekker voor de tv zitten? Omdat het me gewoon echt een supercoole filmscène leek. Filmscène? Ja, een scène die ik eigenlijk al mijn hele leven wil maken. Oké, het kan wel wachten. Wat willen jullie dan doen vanavond? Iets zomers, neem ik aan? Nou... Ik bedoel, we zouden... Karaoke kunnen doen. Ik heb de tekst uitgeprint en gelamineerd... zodat er geen warme chocolademelk overheen gaat. Oh, en je telefoon raakt niet leeg. Wat? Als je faalt met plannen, ben je van plan te falen. Vanavond is de eerste aflevering van mijn favoriete modeprogramma. Het leek me leuk om dat samen te gaan kijken. Manier om samen door te brengen. Snel, we moeten hier uitkomen, anders gaat mijn camera kapot. Polly, gebruik je medaillon. Ik wil het openingsnummer van mijn programma niet missen. Te laat. Oh, het komt goed, Laila. We zijn hieruit voor je het weet. Tiny Power! Tiny Power? Polly? Oh, nee. Ik weet het al. Ik gebruik mijn sterkste kapauwkreten om ons hieruit te krijgen. Wacht. Als we allemaal evenveel druk uitoefenen in een hoek van 90 graden naar voren... moeten we genoeg vaart krijgen om naar het medaillon te kunnen rollen. Oh, Peaches! Gelukkig! Wees een lief hondje en pak mijn medaillon van tafel. Goed zo, meisje. Nou, breng maar hier. Alsjeblieft. Oh nee, als ze ons over 1000 jaar vinden, denken ze dat we Mammy zijn, of niet? Ja, toch? Niet als het aan mij ligt. Shani, kun je denk je een lasso maken van deze lichtjes? Ik kan het proberen. Polly, we zijn niet klein. We kunnen daar echt niet van afziplijnen, hoor. Hoe goed is jouw hand-oogcoördinatie? Nou, ik ben natuurlijk niet voor niets de beste kapouwer van het jaar geworden. Vlug, gooi deze lasso naar de deurknop. Als je hem er stevig omheen gooit, kunnen we ons hier eindelijk uittrekken. Klaar? Klaar. Oh.
Dat was nog eens een harde landing. Auw. Oeh, zo te zien heeft mijn camera de warme chocola overleefd. Oh, had ik hem nou maar aangelaten. Die laatste 10 minuten hadden een fantastische actiefilm kunnen zijn. Dus, wat zullen we de rest van de avond doen? Wat als we deze keer wel echt gaan ziplinen? Tiny Power! Woehoe! 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 Woehoe!